Hi iedereen, welkom terug bij een andere aflevering van Bio with Wirjo. Vandaag kijken we naar onze pupil. Ik ga je even wijzen wat de pupil is in je ogen. Als je goed kijkt naar mijn oog, het zwart gedeelte, dat wordt pupil genoemd. Deze video is van toepassing voor de Milo-scholieren, maar ook degenen die geïnteresseerd zijn, kunnen rustig meekijken naar dit filmpje. De pupil beschermt de zintuigcellen in het netvlies van het oog tegen te veel licht. Ik leg hierbij de werking van de pupil uit. Aan de voorkant van het oog zie je hier de pupil en daaromheen de iris. De pupil is eigenlijk gewoon een gat met als bescherming een vliesje, het hoornvlies erop voorlangs. De iris bestaat uit spieren die de openingsgrootte van de pupil regelen. Het oogwit in de buitenste laag van het oog noemen we de harde oogrok. Hier zie je een zijaanzicht van het oog. Hier de lens, hier de pupil en hier de iris. De iris regelt de pupilgrootte. Dat doet de iris door gebruik te maken van twee typen spieren, namelijk de kringspieren en de straalgewijs lopende spieren. Wanneer de kringspieren van de iris samentrekken, wordt de opening nauwer, dus kleiner. En dan kan dus minder licht in deze opening van het oog komen. Dus wanneer er te veel licht op het oog valt, knijpen automatisch de kringspieren van de iris samen. Wanneer de straalgewijs lopende spieren van de iris samentrekken, wordt de pupil groter en kan dus meer licht in het oog vallen. Dat is handig als er weinig licht op het oog valt. Samengevat, als de kringspieren van de iris samentrekken, wordt de pupil kleiner. En als de straalgewijs lopende spieren samentrekken, wordt de pupil groter. Bij veel licht wordt de pupil kleiner en bij weinig licht wordt de pupil groter. Hartelijk dank dat je hebt gekeken tot het einde van mijn video. Als je geen enkel video van mijn kanaal wil missen, druk op de subscribe knopje en ook op het belletje. Zet een like onder mijn video en plaats een comment als je vragen hebt over biologie. Yes, tot de volgende keer.